Het is vandaag vrijdag. Ik ben al best wel vroeg wakker geworden. Vraag me niet hoe dat kwam. Ik heb normaal heel erg veel moeite met opstaan. Vooral nu het donker is buiten. Maar nu werd ik om 6:30 wakker uit mezelf. En toen ben ik nog wel heel veel blijven liggen tot 7:00. Maar daarna dacht ik, nee, ik ga er gewoon uit. Want ik moet heel veel dingen doen. En ik heb een deadline om 12:00. Dus ik heb net mijn laptop opengeklapt. Mijn dingetjes gedaan. En ik ben zo goed als klaar daarmee. Dus dat is top. Zij ligt daarentegen nog te slapen. Heerlijk te snurken. Dus die zal ieder moment ook wel wakker worden. En dan is het straks papa dag. Dus dan heeft twee zijn handen vol aan haar. En ik mijn handen vrij. Wat top is, want ik moet heel veel dingetjes opruimen op zolder. Ik heb dan voor 12:00, als het goed is, alles af. Wat ik moet doen voor mijn werk. En dan kan ik me daarna richten op zolder. Want het is zo'n bende. Er liggen heel veel zakken met kleding. Wat ik echt vandaag moet wegbrengen naar UW. Dan komt dat binnenkort online. Dan verkoop ik dat via mijn United Wardrobe. En dan ben ik daar ook vanaf. Want het zijn echt honderden items die ik gewoon niet meer draag. Ik heb zoveel gedeclutterd de afgelopen tijd. Omdat als de zolder chaos is, is het in mijn hoofd ook chaos. En dat heeft natuurlijk ook gewoon met alles in huis te maken. Weet je, als het hier in huis rommelig is, dan kan ik ook gewoon niet lekker werken. En ik werk natuurlijk thuis. Dus dat moet eventjes geherorganiseerd worden. Geherorganiseerd? Ja, de zolder ga ik straks dus aanpakken. Eerst ga ik even ontbijten. En dan vertel ik jullie later wel wat verder nog de planning is van deze dag. En jullie zien het allemaal wel gebeuren. Ik ga eerst even naar beneden. Food. I need food. Want ik ben al heel vroeg wakker en ik heb gewoon nog steeds niet gegeten. Dus let's get something to eat while she is asleep. En als ontbijt maak ik vandaag yoghurt klaar. De boerenyoghurt van Zuivelhoeven. En aardbeidjes gaan er doorheen. Ik heb nog granola liggen ergens, dus dat ga ik even pakken. En dan heb ik hier voor achter de laptop nog mijn proteïne shake. De tropical shake, die is zo lekker. Nela, even voor de 100.000ste keer een andere outfit aantrekken. Want mijn vrouwtje, die poept haar eigen broekje steeds onder. En ik kan haar tegenwoordig bijna niet meer omkleden op haar commode, want ze rolt alle kanten op. Kom, even je truitje aan. Het is echt een struggle, hè? Broekje aan, zo. Als je maar niet weer binnen een half uur gaat poepen. Want dan moet mama je weer aankleden. Zie je papa daar? Hey. Zie jij papa? Papa doet gek, hè? Ik sta, zoals jullie kunnen zien, eventjes in de badkamer. Want ik heb net mijn tanden gepoetst en toen wilde ik gaan douchen. Maar toen keek ik nog eventjes in de spiegel en toen zag ik dat mijn huid super onrustig is. En daar wil ik even verandering in brengen, want dit is zo verstopt op mijn neus. Ik heb heel veel viezigheid van de zelfbruin die ik de afgelopen dagen heb gebruikt. Maar ook merk gewoon dat de poriën helemaal verstopt zitten en dat ik heel veel talg heb op mijn neus. En daar heb ik nu iets nieuws voor, namelijk de Incredible Pore Strip van Maybeauty met charcoal zit erin. En deze heb ik laatst ontvangen. Dat is een nieuw product wat zij vanaf nu, wanneer deze vlog online staat, verkopen in hun webshop. En Maybeauty kennen jullie wel. Ik heb al vaker producten van hun uitgeprobeerd. Waaronder de haarproducten, het haarserum. Maar ook de maskers vind ik heel erg fijn. Ik heb nog steeds een aantal maskers hier liggen die ik één keer per week gebruik. Vooral het zwarte masker. Het peel-off mask is echt de shit. Want daarmee trek je alle dirt uit je gezicht. En het werkt gewoon heel erg fijn. Dus vandaar dat ik nu ook met liefde deze ga gebruiken. Dit is dus een nieuwe pore strip. En dit is de eerste keer dat ik deze ga gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat doen met mijn huid. En vooral hoe mijn poriën eruit zullen zien wanneer ik het eraf ga trekken. Want dat vind ik altijd heel erg satisfying wanneer je zo'n pore strip van je neus afhaalt. En ziet dat er allemaal shit mee wordt getrokken. Dus dat ga ik zo meteen doen. Maar voordat ik ga beginnen wil ik nog heel even zeggen dat ik een kortingscode voor jullie heb. Die zet ik in het scherm hier erbij, as usual. En anders staat die ook in de beschrijving hieronder. Mocht het allemaal te snel voor je zijn gegaan. En dan ga ik nu deze pore strip aanbrengen. Op de achterkant staat precies wat je moet doen. Dus dat is echt heel erg handig. Dan moet je 30 tot 40 minuten laten zitten. Dan kan je je dingetje in huis doen. Misschien dat ik dan even ga opruimen. En dan trek je hem eraf. En dan haal je dus alle shit uit je huid weg. Mee-etens worden verwijderd. Talg wordt eruit gehaald. Gewoon eigenlijk alle viezigheid wat in je huid zit. Wat verstopping veroorzaakt. Dat trekt zo'n pore strip mee. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik ga het jullie laten zien. Ook even een before nu. Als je daar niet tegen kan, sorry, want de huid ziet er nu heel vies uit. Vooral de poriën. En ik zag het net ook in de spiegel. Ik dacht van, yo, het is echt niet normaal. Want ik heb gewoon heel veel zelfbruin erop gedaan de afgelopen dagen. Waardoor het gewoon heel erg in de poriën is gaan zitten. En dat ziet er niet heel fris uit. Dus dat is een beetje heftig. Maar ja, dat is de realiteit. Het is nu dus gewoon heel erg grof allemaal en vies. Dus dat ga ik nu eventjes veranderen met deze strip. Ik ga het gewoon aanbrengen. En jullie laten weten wat ik ervan vind. Hij is gemaakt voor de neus.
Dus ja, je hebt ook echt zo'n gaatje eronder, zodat je hem makkelijk op je neus kan aanbrengen. Nou, je maakt eerst dus je neus goed nat, zodat de droge porestrip goed kan hechten. En dat doe je gewoon met een beetje water op je schone huid. Dus ik heb vanochtend mijn huid goed gewassen met een reiniger en een tonic. Zodat ja, dat in ieder geval goed kan hechten allemaal, want anders is je huid heel vettig. En ik denk niet dat de porestrip dan goed gehecht wordt. Je moet het gewoon lekker even schoonmaken voordat je überhaupt zo'n strip aanbrengt. Oké, jongens, daar gaan we. Je plaatst hem dus op je natte huid. Oeh, hij hecht echt al heel snel. Hij zit. Je voelt echt dat hij meteen al vast slurpt aan je huid, zeg maar. Vet grappig. Oké, hij zit op mijn neus. Het lijkt net alsof ik een of andere neuscorrectie heb gehad. Maar hij voelt redelijk strak aan. Het prikt niet. Het voelt niet raar of zo. Dus ik laat hem nu eventjes 30 tot 40 minuten zitten. En dan ga ik hem daarna eraf halen. En dan ga je zien wat er allemaal gaat meekomen met de borststrip. En dan kan ik daarna eigenlijk gaan douchen. Dan ga ik intussen nu gewoon een beetje opruimen. En dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, de borststrip zit er nu 40 minuutjes op. Hij voelt keihard aan. Dus ik denk dat het nu wel tijd is om hem eraf te gaan trekken. En ik ben een beetje bang. Want hij zit echt heel erg vast aan mijn neus. Dus ik ben benieuwd of het pijn gaat doen als ik hem nu aftrek. Of dat het wel meevalt. Maar ik ga het gewoon doen. Jullie zien het nu live gebeuren. Oh my god. Oh, oh my god. Het viel mee. Het deed op zich niet zo heel veel zeer. Het enige is dat er nu nog wat restantjes op mijn neus zitten. Dus dat ga ik er even afhalen met een watje. En dit is dus hoe het eruit ziet. Ja, wat er op mijn neus zat. Of tenminste wat er in mijn pori zat. Ik ga het heel eventjes close-uppen zodat jullie het iets beter kunnen zien. Nou, ik heb even de restantjes van mijn neus afgehaald. En wat me meteen opvalt is dat mijn poriën gewoon helemaal verkleind zijn. Maar ook dat mijn neus heel zacht aanvoelt. Dus het is gewoon helemaal lekker schoongemaakt. En alle viezigheid is meegetrokken. Wat ik echt ja, heel fijn vind. Want het was echt nodig. Want er zat zoveel viezige troep in mijn neus. En donkere stukjes en plekjes. En nu is het gewoon lekker weer even fris. En kan ik er gewoon weer make-up op doen vandaag. Zonder dat je ziet dat die poriën helemaal open staan. En dat er viezigheid in zit. Ja, ik ben fan. Ik ga nu lekker even douchen. En mezelf klaarmaken voor de dag. Ik heb net gedoucht. Zij is net wakker geworden van haar slaapje. Ik heb mijn make-up gedaan. Terwijl zij al mijn make-up op de grond had getrokken van de tafel af. Maar dat maakt allemaal niet uit. Want dat hoort erbij. Hè? Mom life. Ze vindt haar eigen speelgoed niet zo interessant als mijn make-up wat op tafel ligt. Maar ik heb nu een blokje gevonden die ze enigszins in haar hand houdt. Nu al een kwartier lang ongeveer. Dus ik ben gelukkig. Ja, ga je mijn gezicht wegduwen? En ze vindt mijn camera volgens mij veel interessanter dan dit blokje die in haar hand zit. Dus ik ga mijn camera snel wegdoen. Ik wilde jullie even zeggen dat ik mezelf ook meteen heb klaargemaakt trouwens voor vanavond. Want ik ga dus rond een uurtje of 17:15 richting Haarlem. Daar ga ik dan uit eten samen met de meiden bij Siso Lounge. En dat is een echt een hele fijne sushi tent. Waar ik een tijdje geleden ook heb gegeten. En dat zit bij Zandvoort trouwens, niet bij Haarlem. Maar het is zo lekker daar. Echt een aanrader als je daar in de buurt woont. Of als je überhaupt een keer lekkere sushi wil eten. Ga daar naartoe. En dat is niet gesponsord. Het is gewoon een favoriet plekje om sushi te eten. Auw! Dus dat is wat ik vanavond ga eten. Daar heb ik heel erg veel zin in. Maar eerst moet ik dus thuis nog even werken en de boel opruimen. Ga je mijn haar eruit trekken? Hm? Boefie? Je bent een boefie. Je bent een boefie. Ik hou wel van je. Ga je de camera pakken? Ga jij de camera pakken? Pak het dan. Pak het maar. Nee, je moet thuis in de camera. Voor iedereen die denkt dat ze nooit huilt. Ze huilt echt wel hoor. Vooral als ze haar zin niet krijgt. Huh? Ja, dan kan je nog wel eens gemeen zijn. Welke moeder met een dochtertje herkent dit? En Nela draagt trouwens een super schattig vestje. Die is van Zalando. En dit broekje, of eigenlijk leggingtje, die is ook van Zalando. Dus dat is haar outfit of the day. Ze pakt mijn camera weer af. Auw! Wat doe jij, boef? En ik had het jullie ook al laten zien in mijn vorige vlog. Dat ik een schommeltje had besteld voor Nela. En die hebben we nu inmiddels opgehangen en in elkaar gezet. En het is echt zo'n schattig ding. Hij hangt dus aan een zwart touw.
En ze zit er dus zo in dat ze ook vast zit aan een soort van riempje. Die hebben ze daaraan vast gemaakt. En ze kan gewoon zelf een beetje heen en weer schommelen. En soms zet ik er daar gewoon in als ik ga schoonmaken of zo. En dan wiept ze zelf een beetje op en neer. Zodat ze ook vooruit komt, zeg maar. Dus dat is wel echt een hele fijne aanwinst. Of niet dan? Ja. Er zitten ook van die kraaltjes op. Dat ze lekker kan spelen. Je vindt het leuk, hè? Het is lunchtime en ik heb vandaag leftovers van gisteren, dopertjes, kip en pannenrijst. Dus dat ga ik even opwarmen en lekker opeten als lunch. Hi handsome, how are you doing today? Zo, maar ga je de andere kant op kijken. Hard aan het werk? Wat ben je aan het doen? Doen alsof we aan het werk zijn. Doen alsof. Ze noemen hem ook wel Johnson. Huh? Johnson is een persoon die doet alsof hij hard aan het werk is. Het is gewoon een chill is. He's not. Dat was altijd mijn bijnaam vroeger. Oké. Dit is mijn bijnaam nu. Bonnetjes. Sorteren. Sorteerder bedoel ik. Ik ga dit uitzoeken. Ik ben aan het werk op de laptop. Teun is ook aan het werk, soort van. En dan heb ik dat maar weer gedaan. En Nela ligt lekker te slapen tijdens pappadag. Dus Teun die heeft ook zijn handen vrij. Ik ben hier nog wel heel even bezig. Dan ga ik straks eindelijk opruimen op zolder. Waar ik... eigenlijk al lang mee bezig had moeten zijn. Maar zoals ik al zei, vanochtend heb ik een deadline. En ik heb nu wel alles af voor die deadline. Alleen nog een paar dingetjes die ik wil gaan beantwoorden op de mail. Wat? Wat heb je nou weer te zeggen? Wil beantwoorden. Beantwoorden? Zo praat ik helemaal niet. Mail. Nou, Dwayne. Zo praat ik niet. Nou, doe niet zo vies. Lijkt wel de hijglijn, of hoe je dat ook noemt. Godverdamme. En ik moet gehydrateerd blijven, want ik merk dat als ik lang achter de computer zit en ik drink te weinig water, dan krijg ik echt hoofdpijn. Dus ik heb nu gewoon een fles gekocht, dat ik hem helemaal opdrink. En dan aan het einde van de dag weer een refill. Want dit is hoeveel liter? 1 liter. En je moet 2 liter per dag, toch? Dus daar tik ik bijna tegenaan. Nog lang niet. Wat zit jij nou te lachen als een geit? Ja, ineens de pokerface. Bye. Wat trouwens nog meer is veranderd hier in de woonkamer, is het kleed. Ik heb het andere kleed heb ik weggedaan, omdat die net iets te klein was voor bij onze bank. Dus ik heb nu een 2 meter bij, hoe noem je dat? 1,90? Nee, niet 2,90. In ieder geval, die vorige was 1,60 en deze die is iets breder. Dus die kan ik nu ook een stukje onder de bank doen. En hij is iets langer, dus dan kan hij ook daar een stuk onder de bank. En ik weet niet of jullie nog het vorige kleed herinneren, maar die was net niet onder de bank, zeg maar. Verder nog een laatste verandering hier. Dat is dit kistje die eigenlijk daar hing. Let niet op de rommel in de keuken, want we zijn druk aan het werk. Maar de box die heb ik gelijk even dan hier naartoe verplaatst. Die stond dus eerst daar. En dat is nu gewoon een heel ander hoekje geworden. En dan heb ik deze dus nu hier. Nieuw boxkleed erin. Mooie neutrale tinten. Deze is er nieuw op. Er hing eerst een roze aan, maar dat vond ik toch een beetje onrustig in de woonkamer. Dus nu gewoon zwart. En dan heb ik hier haar baby stuff in. En deze is trouwens ook super cute. Een zwijntje. Dus dat... zijn de laatste veranderingen. Even een mini update van onze woonkamer. En we zijn nog lang niet klaar. Maar het begin is er. Ik ben eindelijk klaar met alles wat ik vandaag moest doen. Hele mooie lichtinval hier. Allemaal van die kleine zonnestraaltjes komen er door die luikjes heen. Maar goed, ik ben dus klaar. Dus ik ga me nu snel even verder opfrissen. Dan ga ik Xena ophalen. Richting Mitra dan nog doorrijden. En daarna gaan we door naar CISO in Zandvoort. En daar zijn de andere meiden ook straks. Dus dat wordt gezellig. Ik ga even nog een andere broek aantrekken. Want dit is gewoon een chillbroek voor thuis. En dan gaan we vertrekken die kant op. Ik ben aangekomen bij Casina. Dat is de eerste die ik even ga oppikken. En dan rijd ik met Casina en Mitra door naar Haarlem. En daar gaan we lekker even met de meisjes. En Casina heb ik ook best wel een tijdje niet gezien. Mitra het laatst nog. Maar deze meid... heel lang niet. Zo. Hé, hey. Goed op hoor. Hou op. Je ziet er lekker uit gelijk. Je bent zo lang heb ik ook überhaupt gehad aan. Nee, we hebben een kus. Hi, schatje. Hi. Je ziet er super goed uit. En een leuke kneeboot. We zijn al zo oud van de Zara. Nee, maar ze zijn super vet. En ook mooi met dit. Toch? Met dat hele mooie combi. Good looking mama.
hebben jullie even neergezet op mijn toiletplateau, als ik het zo kan noemen. En ik ben, zoals jullie kunnen zien, weer thuis. Ik heb net dus gegeten met Siso met de meiden, wat echt heel erg gezellig was. En ook vooral heel lekker. Mijn buikje zit het goed vol. Ik heb truffel sushi gegeten. Die combinatie heb ik nog nooit eerder gegeten, maar het was echt fantastisch lekker. En daarnaast ook heel veel warme sushi, koude sushi, van alles en nog wat stond er op tafel. Dat was niet normaal lekker. Dus dit was mijn tweede keer, maar ik ga zeker voor een derde, vierde, vijfde, tiende keer of laatste keer uit de maal. Ik ga hier vaker terugkomen. Maar in ieder geval, de hele ligt al te slapen, dus ik ga daar een beetje zachtjes. Ik ga douchen, pyjama aantrekken, tandpoetsen, dit eraf halen en dan lekker slapen. I can see.